Tijdens de coronacrisis werden vanaf maart 2020 tot en met maart 2022 vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd aan de bevolking om verspreiding van het virus in te dammen. Zo moesten inwoners van ons land onder andere verplicht mondkapjes dragen op bepaalde plekken, anderhalve meter afstand houden en een bewijs van vaccinatie tonen voor toegang. Allemaal regels die gebaseerd waren op de tijdelijke wet Maatregelen COVID-19, die, zoals de naam zegt, tijdelijk van aard was en telkens met drie maanden verlengd moest worden. Nu wil het kabinet een permanente wet die dezelfde bevoegdheden biedt, en komt het met een aanpassing van de al bestaande Wet publieke gezondheid, kortweg de WPG. De WPG dateert uit 2008 en werd ingevoerd ter bestrijding van infectieziektes die gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Maar daarbij ging het voorheen vooral om niet vergaande en individuele maatregelen. Met de wetswijziging van de WPG krijgt de minister van Volksgezondheid ingrijpende bevoegdheden die permanent in de wet komen te staan. Zo kan hij na de wetswijziging in het geval van een A1-infectieziekte een mondkapjesplicht afkondigen, de anderhalve meter regel weer invoeren en mensen in thuisquarantaine verordoneren. Daarnaast bestaat er ook een noodbevoegdheid waarmee de minister van VWS vrijwel elke andere maatregel kan nemen voor de bestrijding van een pandemie zoals een lockdown of een avondklok. Gaat u misbruik maken van de wet publieke gezondheid? Gaat u daar meteen misbruik van maken als er weer een lockdown afgekondigd wordt? Gaat u dat doen, meneer Kuipers? Karel Beckman is hoofdredacteur van de andere krant... en heeft met zijn redactie onderzoek gedaan naar de nieuwe wet. Dit is de meest dictatoriale wet die ooit door een regering is voorgesteld. En als die zometeen wordt ingevoerd... dan stelt die de regering in staat om enorm ingrijpende, vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen aan ons als burgers. In feite zijn we hiermee onze vrijheid als burgers, onze autonomie, ons recht om te beschikken over ons eigen lichaam, zijn we hiermee kwijt. Vorig jaar december haalde het voorstel tot wijziging van de wet publieke gezondheid een meerderheid in de Tweede Kamer. Aankomende maandag bespreekt de Eerste Kamer de WPG en een week later wordt daarover gestemd. Het grootste besrijven is dat de minister straks te makkelijk kan besluiten om, uh, om, om grondrechten, zoals zegt, uh, de, de vrijheid van beweging van mensen om die, om die aan te tasten. En uh, ja, dat, uh, dat zien we niet zitten. Als we dit toestaan, dan glijden we echt af naar een dictatoriaal regime. Het zijn heftige woorden, maar ik vind dit echt een wet die dictatoriale trekken krijgt op deze manier. En moeten we gewoon. Als democratie moeten we dat niet willen.